Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Ik verlies! Ah, Ramos, wat doe je nou? Dames, heertjes, daar zijn we weer. De quarantainecup tegen Vette Joch. Rokus. Dankjewel, jongen. Daar zijn we. Daar zijn we dan. Ik heb jou zien spelen, Rokus, vorige potje tegen Bas. Dat zag er niet slecht uit. Nee? Nee, ik ben tegen Bas, is altijd een heel pittig potje. Want Bas is natuurlijk een van de betere spelers van deze competitie. Klopt, eens. Dat je daar toch 50 overheen was, dat is wel lekker. Bas had het al min of meer van tevoren opgegeven, weet je. Dat merkte hoezo? Hij dacht van, ja, dan hoeft hij niet te zweten, zeg maar. Dan, ja. Hey, oké, okay, maar ja. Als ik tegen Frank speel, dan weet ik ook van tevoren dat ik kansloos ben. Maar ja, als ik dan toch een beetje zweet en bij haar gaat een beetje dollen, dan pak je hem toch. Ja. Dan gaan we closen! De steek! Close! Ja! Ja, het zeker. Op een gegeven moment merkte ik bij Frank ook dat hij paniek insloeg van... Ja, weet je, rond die 60ste, 70ste minuut zag je hem even gaan, hè? Ja. Lekker. Oh, dat was zo ziek. Hé, hey, maar even, Paski, de stand is tot nu toe dus dit. Dit is even de stand, die komt nu in beeld. En daar staan wij toch allebei wel redelijk hoog in. Wij zijn koploper. Ja, dus dit is eigenlijk nu al in speelronde 2 de kampioenswedstrijd. Dat zei ik al van tevoren, maar niemand geloofde me. Als ik zei speelronde 2, dat wordt hem. Heb jij zijn team van het of niet? Want we gaan zo natuurlijk zien. Wat zeg je? Heb jij eens een team veranderd ten opzichte van die vorige pot? Zeker. Oh echt? Dat komt omdat ik had Rashford en Sambrotta, maar die heb ik weer moeten verkopen omdat ik met Koen die squad builder battle opneem. Okay. Dat is mijn enige geld bij die twee spelers. Ja. Dus ik heb inderdaad die verkocht. Dus je team is minder goed geworden? Ja, eigenlijk wel ja. Oh, lekker zeg! Oké, nee, ik zou zeggen we klikken hem door, we gaan aan de slag. En jij? Ik heb één ding veranderd, ik heb een betere versie van Raoul. Ik heb ze nu zijn 92. Oh, oké. Tegen de grote mannen moet je toch even iets meer met iets nieuws komen weer. Ik ben benieuwd, jongen. Mensen, kunnen we trouwens even een klein duimpje omhoog doen. Even abonneren op alle gasten van dit toernooi. Als jullie het niet hebben gezien nog, dat kan ik me niet voorstellen. Want het is inmiddels op elk kanaal ongeveer geweest. Dit is dus een toernooi met 7 YouTubers. Waaronder wij twee. Verder Raoul, Robby, Frank, Bas, Koen Weiland. Ja, van groot naar klein gaan. Ja, van groot naar klein. Van goed naar slecht. Van knap naar lelijk. Ja, nou dan zitten wij allebei wel in die top 2. Hoe dan ook. welke statistiek we ook aanhalen, zitten wij in die top 2. Hey, ik ben benieuwd, Paski. Ik heb nooit tegen jou gespeeld, echt, hè? Of wel? Niet dat ik weet. Nee. Oh, spannend, jongen. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of Close het weer kan. Oké, dan gaan we. Succes, jongen. Close, hè? Heb jij Close? Ja, tuurlijk. Nee, joh. Close, ja, tuurlijk wel. Ja? Wat is dit dan, joh? Ja, Close, maar die Close die deed tegen Frank deed het perfect, hè? Close, ja? Stekelenburg. Hoppa. Stekelenburg is ook gewoon een vaste waarde, hoor. Je hebt een zilveren doel, man, hè? Ja. Nee. Heb jij echt een gouden verneut aan je doelman? Ja, tuurlijk. Het doelman maakt er echt geen reet uit of je zilver of goud hebt. Ja, lijkt me. Denk je wel? Ja, wat is dit, tuurlijk maakt dat uit. Dat maakt heel veel uit. Nou, ik denk het niet. Je Stekelenburg, die deed perfect. Ja? Daar gaan we. Nee, joh. Dat spel, ja. Goed gezien. Oh! Oh, Tanganga. Hij let niet op. Het beest van... Oh, nee. Tottenham. Je hebt Tanganga achterin, hè? Je hebt ook die White zeker, die respect. Dat zag ik vorige keer bij tegen Bas. Tanganga, we hebben iedereen. Heb je ook die Close? Nee joh! Heb je ook die Close? Wat is dat voor gezeik joh? Hoezo heb jij ook Close? Wat is dit? Hoezo weet ik dat nu pas? Hoezo heb jij Close? Dat was de hele video. Dit was de hele... Ketan! Houd toch op! Maar dit is niet, hier heb ik echt geen zin in op deze manier. Ja, maar let op, ken dan. Welke? Ja, hou nog die Prime. Ik heb die 89, die meme. Ik heb die meme closen. Ja, dit is een moment. Gadver, hij heeft gewoon een nog betere closen dan ik. Ja, dat is het afgelopen. Ik hoopte al niet dat je het zou zien. Ik wilde zo graag met hem, zeg maar, gelijk een actie en een goal of iets doen. Wat vies. Daar komt hij. Closen! Nee! Jongen. Close. Mooi is, Koen en ik hebben hem echt al ziek vaak gebruikt, ook met de squad builder. Ja, is goed. Ik blijf het al zeggen. Jullie zijn door mij geïnspireerd, hè? Al die jaren bij de Idivis. Dus ik zei Close. Ja, hou die jongen in de gaten. Vieze Adama Traoré. Jij bent echt zo, vies, jij. Gadver, heb jij ook gewoon Close gepakt? Wat een gore hond ben jij, joh. Viespeuk. Hey, en Ballack ook. Ik dacht, ik doe wel wat Duitsers in het team. Maar die Close, jongen. Die is zo goed altijd met die video's. En elke keer als Koen Close is best spelen van zweertje, hij is echt goed. Voor de goal? Niet normaal. Ik zie helemaal niet jouw team in beeld ofzo. Ik had verwacht dat ik wel het teampje nog even in beeld zou krijgen ofzo. Dat had ik bij Bas dus ook.
En ineens zie ik die Gullit, Team of the Year, Ronaldo en... Ja, toen werd ik wel op een gegeven moment bang. Die close moet echt objectief. Die close ben ik echt zo klaar mee. Ja, maar dit is dus irritant. Ik kan er niet tegen dat iemand dan maar gewoon mijn meme overneemt en dan gewoon nog verbetert ook. Oh, dat is wel echt schitterend. Waar kan is ik echt slecht close? Tegen? Wacht, een hidden gem. Gadver, wat is dit dan? Gadverdamme! Gadver. Ik had een déjà vu. Gewoon de manier hoe die erin vloog, had je het niet? Ja, vies. Echt vies. Ja, heel vies, klopt. Stekelenburg gezien. Irritant is dit, joh. Heb jij een beetje... Ja, ik heb nog steeds niet echt helemaal jouw team door. Jij hebt best wel... Ja, je hebt niet veel gouden verdedigers, toch? Of wel? Ik zal hem zo even sturen naar je. Ja, hou maar op. Maarten. Miroslav. Ik doe niks, joh. Ja, het is heel erg. Het is een schietentje. Daar gaat hij. Hij moet hem scoren. Maarten, wat doe je, Maarten? Oh, ik kan trouwens ook gewoon even kijken naar jou. Ik kan natuurlijk ook gewoon in-game even kijken naar spelersbeoordelingen. Ja. Maar ik heb het ook gehad. Maar inderdaad, je kan het ook zo. Ja, precies dit. Ja, die ballack Benson. Ja, kijk, Ramos houdt achterin dicht met Tanganga. Ja, die backs zijn gewoon prima. Daar merk je geen verschil. Maar dat komt omdat jouw vleugelspelers. Dat hebben wij allemaal. Ja, ik heb niet echt vleugelspelers. Ik heb natuurlijk die overlappende backs. Ja, je hebt wel irritant in het midden zo'n goede kolom met die Ballack, Son en Klose. Dat zit wel gewoon in het midden, zitten allemaal gewoon wel goede spelers. Vleugelspelers hoeven alleen maar te rennen. Hoor. Kijk. Oké. Okay. Ah, nee joh! Vieze geit. Wat doet die? Nee, wat doet die Maarten dan? Wat doet die Stekelenburg? Waar gaat die heen? Jezus, hoe komt het er doorheen ook? Gat voor die Klose. Wat goor. Oh, die paas. Milo, hoe komt dit er ooit doorheen? Kijk dan. Dit gaat... Kijk, die verdediger ook, waar die Tomori heen loopt. Die rent gewoon langs die bal. Ja, dat was Stekelenburg met zijn rug naar de... Dat is Klose, hè. Die doet net alsof hij naar de eerste paal gaat en dan toch tweede paal. Hey. Die Stekelenburg met zijn rug naar de Klose toe. Dit ook weer. Kom er even voor dan. Klose, jongen. Het is echt niet normaal, het is echt... Oh mijn god, wat zie ik hier, Milo? Wat een gezeik! Gadverdamme, Klose. Is het niet normaal? Nee, maar dit is echt... Ik heb het echt zelden gezien. Ik had aan alle scenario's gedacht, maar het feit dat jij een prime moments Klose tegen mij zou inzetten, dat had ik echt nooit durven te dromen. Ja, zie ik. Ja. Niemand doet wat. Iedereen laat hem niemand schieten. Doet iemand wat. Ja, dat is niet normaal. Maar die Kilian... Klose... Nee, moet daar Klose natuurlijk! Ah, die David Luiz ook, Tanganga. Gadver. Balletje hoor. Balletje hoor. Wat was dat? Hé, hey, goede voorzet, Vin. En Menga. Je hebt er geen zin in op zo'n video. Wat heb je ze gegeven voor AFD? Golasu, Kilianus. Wat was dit dan? Oh, die is er toch even verlegen van. Maar wat was dit voor een schot, joh? Ja, was ik schot dit, hoor. Kilianus. Goal van speelronde 2. Ja, maar kijk, weet je, 4-1 heb ik geen genoeg mee. Maar het kan nog, hè? Wie weet. En die Klose, die heeft een soort error. Normaal kom je Klose nooit tegen. Dit is ook weer... Het is zo irritant hoe die hem meekrijgt. Gadver. Hij is zo goed. Ja. Maar die gozer moet je niet laten schieten. Wat heeft hij voor afmaken? Je kan niks aan doen als die verdediger zo glitcht. Maar heel eerlijk, zou een GA deze ballen houden? Dat vraag ik me dan af. Nee, de keeper maakt echt niet uit hoor. Dat is het, verschil niet. Nee, zeker niet. Hij heeft 98 finishing, hè. Ik heb het even opgezocht. Die weet, ja, maar ze nemen het je denk ik niet kwalijk. Klose! Ah, dit is ook weer zo achterlijk. Ik heb verleuk ook een paar kansen hier zeg, achter elkaar. Ja, die van jou is gewoon bang, denk ik. Hey, dat ik verlies is niet zo erg. Nou, als ik verlies. Dat is niet zo erg, maar het is vooral dat die Klose naar moet doen. Dat is zo pijnlijk. Ja. Hoeveel goals? 4? Ja, 4, ja. Ongelooflijk, hè. Ik kan er lang en kort over praten. Nee, dit is pijnlijk. Ja. Maar ja, op zich, kijk, weet je wel. Ik begin natuurlijk wel tegen de mensen die ik verwacht dat het moeilijkst zijn. Dat zijn de drie e-sporters, zeg maar. Dus jij en ja, Frank en Koen. Als ik tegen één van die drie, zoals ik nu al heb, al drie puntjes pak, en tegen de rest gewoon goed presteer, dan vind ik het prima. Ik zit even te kijken naar wat er vanaf nu voor de rest geüpload gaat worden. Morgen op het kanaal van Wijlando, potje tegen Slotta. Ja, ook wel weer een aardig hoor. Echt?
Weiland Slotta, morgen op zijn kanaal. Ja, in ronde 3 krijgen we Rob tegen Bas, Raoul tegen mij en jij tegen Weiland op woensdag. Ja. Maar goed, hier zie je die stand in beeld komen. Pas hier toch wel, is toch wel stevig nu bovenin. Ik nog steeds op 3 puntjes. Goed, niks te raad. Ik moet bij de top 4 eindigen, dus als ik gewoon win van Rob en Bas, dan ben ik er denk ik wel. Dan heb je 9 puntjes, dan ben je wel binnen, denk ik. Ja, ga je closer blijven gebruiken of niet? Of ga je dat elke keer gewoon weer op de dag zelf, ga je dat even over nadenken wat handig is? Ja, als ik het er geld voor... Ja, laat ik gewoon even staan. Ik heb nu nog 1 miljoen op de bank. Ik krijg donderdag hele zieke weekendier rewards. Dus ja, ik denk dat ik het gewoon zo even nog laat staan. Besef trouwens even hoe erg het is. Ik heb dus op de achtergrond bij mij, heb ik mijn tv. Daar, weet je wat erop staat? Nee. Hele grote foto van Klozen. Ja, ik denk, ik zet hem even aan om mezelf die power te geven, die Klozen power. Maar geeft hij die van jou power, ja. Je moet hem upgraden, man. Ik heb mezelf voor jou genoeg. Was ook al gewoon kansloos. Ja, maar hoezo gebruik jij Klozen? Ik kan er zo slecht tegen, ja. Het is wel slim. Ja, om jou actief. Mentaal te breken. Ik zat de hele dag te denken, oké. Het heeft precies gewerkt. Ja, ik dacht, ik heb 1,4 miljoen. Maar uitgeven, dacht ik, ja, ik kan wel een hele zieke speler van 1,4 miljoen halen. Ik hoef maar 1 speler te upgraden. Ja. Dacht ik, hou gewoon die close. Want ik wist dat jij waarschijnlijk nog met die 89 zou spelen. Dacht, ja, op het moment dat jij niet door hebt, wat je ziet met 10 niet. En ik kom in actie en ik schiet, zoals net. Jij kwam er volgens mij precies op dat moment achter. Dacht, ja, ik zag ineens een balkje rechtsonder, zag ik die close staan. Ik denk, hè? Maar ik selecteer toch verdediger. Hoezo loopt close hiermee? Was die van jou? Ook met een tyfusje. Wat een kut. Hey, nou, succes de rest van het toernooi, jongen. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. Hou even alle kanalen in de gaten. Linkjes zullen hieronder in de beschrijving staan. Laat ook even weten in de comments welk team jij support. Of je team Rokers bent, of team Milo, of team iemand anders. Ik kan me niet voorstellen, maar laat het ook even weten in de comments. Ga zeker al die wedstrijden checken. Morgen dus het kanaal van Weiland. Zeg ik bedankt voor het kijken, mensen. Like, subscribe, reageer. De groeten de tyfus. En ciao. Laat eens. Ik verlies.